wilt, zei vader, dat is gelijk een schoolvrouw, mens. Ze verlokt u, gekruipt over haar lijf, gevleen daar en gevlodder daar. En ze werkt u in het begin wat tegen met plezier, zoals alle vrouwen dat doen. En dan... Hij is zot geworden. Die meid van mij, die is zot geworden. Hoe zou dat nu gekomen zijn? Ze heeft een kind gekregen. Vergeet niet, vallen is gemakkelijker dan opstaan. Wat wil je daarmee zeggen? Dat wil zeggen wat het wil zeggen. En dan wordt ze mild. De steen! En ze geeft. En ze geeft zich helemaal. Er is geen tegenhouden meer aan. Jij hebt dat goesting gedaan. Ik ook. Hey, ouwe wortel! Toch niet op zondag. Krijg een kind. Wij waren blij als er een kind kwam. Hé, hey, hé, hey, ben aan het komen. Hij is mijn wijvenkind en al de pijp uit. Of dat kind wel van hem is? Als dat kind niet van hem is, is het ook niet van mij. Hij moet toch weer niet gaan zitten, zeker? Je moest al lang in het prison zitten. Ik weet meer van u dan gepaast. Wat is het? Je staat beven op uw benen. Als vriendin het nu echt zou willen, dan moet ze toch niet wachten op een nacht zonder maneschijn. Je gaat een keer de deur van mijn kamer onder handen moeten nemen. Er zijn spleten ingekomen. Een schande is wat die mij allemaal durft aandoen. Mij zijn bloedeigen pastoor. Een schande is! Heb je het allemaal goed bekeken? Zal het nu gaan? Ik kom hier ongelegen, zeker? Gelukkig een tap. Langs rapen, bloemetjes planten, de gazet lezen. Kortom, meneer zijn. Je moet dat hier eens bezien. Je moet dat hier eens reken. Weet je wat ik nu aan het doen ben? Ik geef u de pap in de mond. Ja!